Mijn naam is Remco Voorhorst, ik ben van de SIEP-groep. Samen met mijn compagnons Ramon van Inge en Jan Brink zijn wij in 2021 de SIEP-groep gestart. En wij zitten nu aan de Equal 14 in Zwolle. Wij maken als bedrijf software waarbij we willen zorgen voor een veilige stadionbeleving in voetbalstadions. Dat is in ieder geval onze innovatie voor deze inzending. En daarnaast helpen wij festivals, concerten, optredens en dergelijke met een veilige toegang tot een evenement. Mijn naam is Ramon van Dingen. Ik ben verantwoordelijk voor de technologie bij SIEP en de innovatie. En onze innovatie is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant willen we graag om de beleving voor de fans zo mooi mogelijk te maken, een fanapp ontwikkelen waarbij je de toegang tot het stadion koppelt aan de identiteit van de bezoeker. En aan de andere kant willen we ervoor zorgen dat de bestaande systemen en de mensen die werken in een stadion ondersteund worden door middel van artificial intelligence, AI, om zo excessen te kunnen signaleren, te detecteren en zelfs te voorkomen. We zijn volop in de ontwikkeling. We zijn hier druk bezig met onze developers om aan de ene kant een fanapp te bouwen en om ervoor te zorgen dat aan de achterkant de tickets gekoppeld kunnen worden aan identiteiten. Nou, daar zijn we, als het goed is, binnen nu in een maand volledig mee klaar en dan is dat productierijp. En aan de andere kant zijn we bezig met onze AI-oplossing, het model. Daarin krijgen we binnenkort heel veel relevante informatie van excessen die we kunnen verwerken om het model te laten leren. Vanaf augustus is het product natuurlijk klaar om naar de markt te gaan. Dat betekent ook dat wij een pilot gaan draaien vanaf augustus in het betaald voetbal in Nederland. Als dat succesvol is, dan hopen wij dit te mogen uitrollen bij alle betaald voetbalclubs in Nederland. Daarnaast is de oplossing die wij rond het ticketingproduct en de fanapp hebben, is klaar om te implementeren bij ticketeers en festivals en evenementen, zodat we ook daar dit product kunnen gaan inzetten. Ja, het product is klaar ook voor internationaal gebruik. Dus we hopen ook dat we internationaal de aandacht hiervoor krijgen, zodat we daar mee aan de slag kunnen.